Weer met nieuwe zaken. Er zijn de laatste periode nog wat branden geweest in Nijmegen. Amper 2 weken geleden bijvoorbeeld ontdekte de politie dat er bij 1 pand op 5 plekken ongeveer tegelijk een brandhaard was ontstaan. Wat zou uw conclusie zijn? De enorme vuurzee die woensdagochtend 18 september is te zien aan de Rauwenbosweg op industrieterrein Westkanaaldijk in Nijmegen is inderdaad het gevolg van brandstichting. En dat wordt later ook bevestigd door deze beelden. Rond 1:05 gaan er 3 personen met bivakmutsen bij de loods van een ondernemer aan de slag. Blijkbaar willen ze de boel openwrikken. Opvallend, wat heeft deze man toch op zijn mouw? De kleuren zijn door de nachtstand van de camera vertekend. Mogelijk dragen ze dus in werkelijkheid donkere kleding. Deze man draagt sowieso een Nike-jas. Vooral opvallend, hun samenstelling en bijvoorbeeld manier van bewegen. Zeker de voorste en de achterste lijken heel breed. En met name die laatste loopt best apart. Zo drentelen ze in totaal wel een kwartier rond de loods daar in Nijmegen. Hopelijk herkent iemand nu al iets. De man met Nike-jas lijkt overigens de andere te commanderen. Hij laat het vuile aansteekwerk echter over aan de grootste kleerkast. Die doet zijn uiterste best om nog een beetje snel weg te komen. Pas een paar minuten na hun vertrek volgen er explosies, die tot verder op het terrein te zien zijn. Uiteindelijk branden er 7 auto's uit, maar raken er daarnaast 10 zo beschadigd dat ze ook totaal los zijn. Als je later de luchtfoto's bekijkt, valt het u misschien ook op. Dit lijkt zeer gericht op dit bedrijf. Als het de daders alleen om de vlammen was gegaan, hadden ze de boel ook wel op andere plekken kunnen aansteken. Overigens, de politie denkt dat dit mannen zijn, maar zeker weten doen we het pas als ze zijn aangehouden. Zegt dit drietal, die Nike-jas, kleding of dat opvallende loopje u iets, bel. Wie meer kan vertellen over waarom iemand deze ondernemer wil treffen, belt het team Nationale Inlichtingen.